Het journaal Laat met Goedele Wachters. Goedenavond. Deze morgen kwamen er al striktere coronamaatregelen voor het hele land en Wallonië is vanavond nog een stapje verder gegaan. De avondklok gaat daar vanaf morgen al om 10 uur 's avonds in. De Walen moeten 2 uur vroeger thuis zijn dus dan Vlamingen en Brusselaars. Ik trouw cela normaal, vu que les contaminations augmentent et que la deuxième vague elle approche, même elle est déjà là, je trouve. Et qu'on doit s'y préparer. Je pense que le couvre-feu c'est une très bonne idée et la suppression dans l'enseignement supérieur des cours aussi parce que c'est vraiment trop important maintenant quoi. Ils ont déjà confiné une première fois, on confine une deuxième fois, ça fait trop. Het is alleen in het zuiden van het land dus dat die avondklok scherper gesteld wordt. Van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Maar het is ook in Wallonië wel nog erger gesteld met de coronacijfers dan in Vlaanderen. Als minister-president Elio Di Rupo hoopt daarmee het coronavirus beter onder controle te krijgen. Want ja, het gaat heel hard met dat coronavirus hier in Wallonië. En dat merken ze ook in de ziekenhuizen, waar we soms zeer pijnlijke taferelen zien, waar men hier en daar de situatie niet meer onder controle heeft. En het is nu afwachten wat Brussel zal doen. Daar zou morgen de situatie bekeken worden. Het is niet uitgesloten dat ook daar strengere maatregelen komen. Dat ze in Wallonië en misschien ook in Brussel morgen dus met eigen maatregelen komen, is wel opvallend, omdat het overlegcomité met alle regeringen van het land deze morgen met nationale maatregelen kwam. Tijdens de vergadering van het comité zou de Vlaamse regering nogal op de rem gestaan hebben, terwijl de andere regeringen verder wilden gaan. Je n'ai pas de jugement à porter sur mes collègues du gouvernement flamand. La vérité, c'est que la situation est différente. La Wallonie souffre davantage. Les chiffres sont encore plus mauvais. Les chiffres sont mauvais partout, mais ils sont encore plus mauvais. Donc il y a une différence dans les réalités, dans les hôpitaux, notamment entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Nous avons aussi une différence de sensibilité, mais ce qui est très positif, c'est qu'on a pu prendre ensemble, hier soir et cette nuit, des décisions pour l'ensemble du pays. Nous, compte tenu de la situation spécifique de la Wallonie, nous ajoutons un certain nombre de mesures justement pour être, je dirais, pour faire un reconfinement partiel tant la situation est grave et qu'il faut rompre la chaîne de la propagation. Maar deze vrijdag begon, ik zei het al, met strengere maatregelen voor het hele land. Een harde dobber is dat voor de pretparken die weer moeten sluiten. En dat net voor een schoolvakantie dan nog. Dierentuinen mogen wel open blijven, hun openluchtgedeeltes toch. Als ze bijvoorbeeld aquaria hebben binnen, dan moeten die wel dicht. In Ieper is het pretpark Bellewaerde helemaal in Halloween-sfeer gehuld. Ze hebben hard gewerkt daar om het beste uit de herfstvakantie te kunnen halen en om alles veilig te laten verlopen. Veiligheid is belangrijk. Wij hebben erin geïnvesteerd. Ook ons personeel apprecieert dat zij op een veilige manier kunnen werken. Onze bezoekers appreciëren dat heel sterk. Ja, maar blijkbaar wordt daar geen rekening mee gehouden en mogen zo's wel open. En themaparken niet, attractieparken niet. Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. En ook voor jeugdbewegingen verandert er weer een en ander. Het gaf gesprekstof op deze dag van de jeugdbeweging, die door corona trouwens ook al heel anders verliep dan anders. Leden boven de 12 jaar moeten buiten hun activiteiten houden. Weekendjes of andere overnachtingen zijn verboden. En het mondmasker is verplicht. Het is niet omdat je in de jeugdbeweging zit dat ook altijd binnen moet zijn. Dus allez, buiten kunnen we evengoed ook plezier maken. Dat weekends en zo niet mogen doorgaan. Maar het is logisch door het coronavirus dat niet kan. Want anders zal het niet verbeteren, denk ik. De weekends zijn meestal het tofste van het jaar met scouts. En allez, de vergaderingen zijn wel leuk, maar weekends is nog een keer iets anders. Dat je ook overnacht met zo je vriend. Wat voorlopig ook niet meer kan, is live een sportwedstrijd meemaken. Publiek is verboden. De match Kortrijk-Anderlecht werd vanavond meteen al in een leeg stadion gespeeld. Voor de European Open, het tennistoernooi in Antwerpen, telde vandaag nog net de oude regel, omdat de nieuwe verstrengingen nog niet officieel gemaakt waren toen de eerste opslag gegeven werd deze middag.
Vanaf morgen blijven de tribunes in het Sportpaleis wel leeg. Veel verwarring op de middag bij de tennisfans aan de ingang van de European Open in Antwerpen. Ja, het is totaal niet duidelijk eigenlijk voor de moment. Het is voor ons ook nog afwachten wat er gaat beslist worden. Ja. Rond 1 uur komt er dan toch klaarheid. De toeschouwers mogen vandaag nog binnen. Mondmaskers goed ophouden en op uw eigen plaats blijven zitten. Ja. Bij de match. Oké, bedankt. Toernooidirecteur Dick Norman dacht aanvankelijk dat er dit weekend ook nog voor publiek zou worden gespeeld. Maar die uitzondering wordt niet toegestaan. De informatie die verandert snel ook. Dat overleg is ook pas gisteren gebeurd. En soms spreken bepaalde instanties elkaar tegen, maar nu is er duidelijkheid. Vandaag dus met publiek, dit weekend halve finales en de finale zonder tennisfans. Zaterdag en zondag komen veruit de meeste toeschouwers en dat is dan spijtig. Maar het is eenmaal zo, we zitten in slechte tijden. Wie tickets had voor de wedstrijden dit weekend, krijgt die terugbetaald. En ook de cultuursector moet het weer met striktere beperkingen doen. Er mogen nog maximaal 200 mensen binnen in theaters en bioscoopzalen nu, hoe groot of klein die ook zijn. Grote zalen mochten tot vandaag onder bepaalde voorwaarden wat meer volk ontvangen. Het is een zware ontgoocheling nu, ook dat weer voorbij is. Ik heb begrip voor de beslissing, hoewel het natuurlijk in deze zaal met een capaciteit van 2000 man wel wat buiten proportie is. We zouden hier op het balkon 2 perfect op afstand van elkaar 200 man kunnen zetten en ook beneden. Met alle inachtname van de regels en die zouden 40 meter uit elkaar zitten. Maar goed, we hebben ook begrip en we zijn solidair met onze sector natuurlijk. Al die maatregelen komen er natuurlijk weer omdat de coronacijfers zo slecht zijn. De druk op de ziekenhuizen neemt toe. De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 350 patiënten opgenomen, 82% meer dan de week ervoor. In alle ziekenhuizen samen worden nu meer dan 3600 COVID-patiënten verzorgd, 573 van hen op een intensieve afdeling. Per dag zijn er nu gemiddeld 35 sterfgevallen te wijten aan corona. En er blijven nog altijd heel veel nieuwe besmettingen bijkomen, ook dagelijks bijna 10.500. Het zijn zorgwekkende cijfers. De waarheid is dat ik zeer ongerust ben. Ja. De waarheid is dat ik daar vannacht na de vergadering nog van heb wakker gelegen. Vermijd contacten. Hè? Vermijd contacten. Minimaliseer uw omgang met anderen. Bescherm uzelf. Bescherm vooral ook oudere mensen. Dat is wat we moeten doen als we een dam willen vormen rond de ziekenhuis. En premier De Croo spoort ons aan om een solidair team te vormen van 11 miljoen mensen die met het juiste gedrag het virus samen kunnen verslaan. Hij is ook bezorgd om de mentale gezondheid, zeker nu de dagen korter worden. Dit worden moeilijke dagen, moeilijke weken en waarschijnlijk moeilijke maanden. Vanaf zondag worden onze avonden opnieuw een stukje donkerder. En dus, als u zelf voldoende sterk staat, dan kan uw schouder degene zijn waarop anderen kunnen steunen. Anderen die het iets moeilijker hebben. Het kan wat licht brengen in de moeilijke dagen van oktober en van november. Er zijn natuurlijk al heel wat vrijwilligers en professionelen die steun proberen te geven aan eenzame en kwetsbare mensen. Maar veel eenzaamheid blijft verborgen, onbereikbaar. Dat was vroeger al zo en corona isoleert mensen nog meer. Groepsactiviteiten zijn weggevallen natuurlijk en sommigen stoppen zichzelf weg omdat ze bang zijn voor besmetting. Dat ondervinden ze ook in Brugge. Heeft er helemaal aan? Kom maar binnen. Leuk, welkom. Hendrik is in Brugge vrijwilliger van Samana, het vroegere CM Ziekenzorg. Janine is blij met zijn bezoek, het breekt het alleen zijn. De namiddag kan soms heel lang duren. Ja. En bijzonder, het is nu winter, het is vroeg donker, kan lang duren. Corona zorgt voor meer eenzaamheid en je kunt er niks aan doen. Allerlei normale groepsactiviteiten vallen weg. Je mag iedereen met zijn man aan de nieuwpoort gaan nu. Op het einde van het jaar is ook afgelast. Zelfs huisbezoeken worden moeilijk. Door angst bij de eenzame mensen, hun vrienden en zelfs vrijwilligers. Het jong durft niet komen, gewoon voor die corona. En nog ze komt, is het hier in mijn hang van voren.
En een klein beetje babbelen op afstand. Er zijn veel mensen die zeggen, kijk, ik heb liever dat er niemand komt, want ik zou kunnen besmet worden. Naast huisbezoeken organiseert de stad Brugge daarom ouderwetse telefoonrondes door vrijwilligers thuis, Bubble Buddies. Is het waar? Hoe gaat het met je? Maar zelfs zo bereiken ze lang niet alle eenzamen in Brugge. En het gaat niet alleen om bejaarden. Die zijn nog het makkelijkst bereikbaar. Ja. Een andere misvatting is toch ook wel, eenzaamheid is niet enkel iets van ouderen. Eenzaamheid is ook iets van jongeren, alleenstaande ouders, eenoudergezinnen. De grootste groep zijn jongeren en dan ouderen. En veel eenzamen, denkt u, die het niet durven zeggen? Ja, ja. Er zit wat schroom om dat ook toe te geven. Terwijl dat helemaal niet erg is. Dat is oké om dat te zeggen. In Frankrijk zijn er sinds het begin van de pandemie al meer dan 1 miljoen coronabesmettingen vastgesteld nu. Vandaag alleen weer meer dan 42.000 nieuwe positieve gevallen. En zo zijn er in de wereld nu al 7 landen met meer dan 1 miljoen besmettingen. Naast Frankrijk gaat het om de Verenigde Staten, India, Brazilië, Rusland, Argentinië en Spanje. President Emmanuel Macron ging vandaag op bezoek in het ziekenhuis waar hij ook sprak met het personeel. Quand j'écoute les scientifiques, le conseil scientifique, et je dois dire que vous n'étiez pas en désaccord quand on en a parlé, on voit bien qu'on se projette au mieux jusqu'à l'été prochain. La question, c'est comment justement vivre avec le virus dans cette période. You keep talking about all these things you're going to do and you're going to do this, but you were there just a short time ago and you guys did nothing. You know who I am. You know who he is. You know his character. You know my character. I am anxious to have this race. Waar het eerste debat complete chaos was, is het tweede en meteen ook laatste debat in de race voor het Witte Huis al bij al rustig verlopen. De regels waren strenger en dat hielp. En toch was de toon nog altijd hard. Omdat de microfoon van de ene werd uitgeschakeld terwijl de andere aan het woord was, bleef het netjes en overzichtelijk. Het debat begon met de COVID-pandemie. En Joe Biden verweet Trump dat hij Amerika niet gewapend had voor een zware tweede golf. This is the same fellow who told you this is going to end by Easter last time. This is the same fellow who told you that don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter. A dark winter. And he has no clear plan. Trump verdedigde zich met zijn bekende optimisme over COVID. It will go away, and as I say, we're rounding the turn, we're rounding the corner. It's going away. Op het eind maakte Trump het Biden nog lastig toen hij hem dwong om kleur te bekennen over zijn plannen met het milieu en met energie. Would you close down the oil industry? I would transition from the oil industry. Yes. Oh, I would transition. It is a big statement. Because I would stop. Why would you do that? Because the oil industry pollutes significantly. Because basically what he's saying is he is going to destroy the oil industry. En dat is in sommige Amerikaanse staten geen populair idee. De verkiezingen liggen nu nog 1,5 week voor ons. Maar wat heeft dit debat gedaan met de kansen van de twee kandidaten? Dat is een vraag voor Björn Soenes. Donald Trump die zat in een glijbaan naar beneden. Hij moest dat stoppen en dat debat heeft dat wellicht wel gestopt. Maar de kloof blijft 10-11% in de peilingen. Joe Biden moest die vasthouden. Dat heeft hij gedaan. De vraag is, gaan er dingen blijven nagalmen in de komende 10 dagen? Er kan nog heel veel gebeuren. De peilingen, daar zijn we doodsbang van sinds 2016. Daar kunnen we niet meer 100% op vertrouwen. In het voetbal is de 10e speeldag vanavond begonnen met een duel tussen KV Kortrijk en Anderlecht. Zonder publiek, dat heb ik al gezegd, maar met doelpunten. 1-3 werd het voor Anderlecht. Het is een eenzame avond voor Kereltje, de mascotte van KV Kortrijk. Hij ziet hoe thuisdoelman Jakubec na 5 minuten in de fout gaat. Mitja tikte 0-1 binnen. Jakubec lost het schot van Jules en Anderlecht staat snel op voorsprong. Kortrijk reageert meteen, Okensi met een verrassend schot, Hendrik van Krombrugge met een knappe reflex. Anderlecht is heel efficiënt, Touw krijgt veel ruimte en haalt verschroeiend uit. Jakubec heeft geen verhaal, 0-2 voor Anderlecht. Het schot van Touw haalt een snelheid van 119 km per uur.
Kort na de rust wordt een afgeweken schot van Verscharen een perfecte assist voor Nmecha. Maar zijn kopbal mist kracht en precisie. Kortrijk komt dan beter in de wedstrijd, maar Anderlecht countert vlijmscherp. De voorzet van Touw belandt voor de voeten van Nmecha. En hij maakt er 0-3 van. De tweede van de avond voor de Duitse spits. In de slotfase redt Mboyo de Kortrijkse eer van op de stip. Maar de tweede uitzege van Anderlecht is een feit. 1-3 winst op het veld van Kortrijk. Ondanks de strengere coronamaatregelen is er in de Warande in Turnhout een voorstelling in première gegaan vanavond. Surface van het jonge acrobatiegezelschap Familiar Faces. Op een scène die langzaam met water gevuld wordt, zoeken de artiesten hun grenzen op. Een honderdtal toeschouwers kon daarvan genieten. Na de verstrengingen van deze morgen werd de zaalopstelling nog lichtjes aangepast. Partneracrobatie draait om balans, kracht en vertrouwen. Daar heeft dit viertal jaren aan gewerkt op de Circusschool in Tilburg. Hun voorstelling zou daar vorige week ook in première gaan, maar door de Nederlandse coronamaatregelen kon dat niet. The last weeks it was like a rollercoaster of like will it happen, will it not happen. So we also kind of already got used to the insecurity of it. So yeah, we were just like hoping for the best. Deze zaal had al een coronaveilige opstelling. Er moesten dan ook maar kleine aanpassingen gebeuren om de voorstelling te laten doorgaan. Het is een tribune voor 100 personen. De aanpassing is dat we nu 2 stoelen leeg laten tussen elke bestelling. En ook rondom rond 1,5 meter, dus de rijen zijn ook iets uit elkaar geschoven. Niet alleen technisch zijn de acrobaten indrukwekkend op de natte vloer. Ze zijn ook grappig. We zijn er heel snel achter gekomen dat water een soort van ontembaar is. En wij als partneracrobaten, normaal gezien werken wij heel verticaal en we gaan voor de hoogte. En we moesten eigenlijk drastisch veranderen en heel laag bij de grond blijven. Want we wisten niet goed hoe dat het oppervlak reageerde. Deze voorstelling zou op tournee gaan, maar dat is door corona nog niet zeker. Het is herfst, dat is wel zeker. Veel wind morgen en bewolkt. Een bui is mogelijk en 17 graden maximum. En vanavond gaan we eruit met beelden van een reuzengrote opblaasbare Borat die op de Theems dobbert in het centrum van Londen. Een promostunt is het voor de nieuwe Borat-film, deel 2. Sinds kort te zien via Amazon. Het typetje van Sacha Baron Cohen reist in de film voor het eerst sinds 2006 weer door de Verenigde Staten. Ik dank je voor het kijken. Heel graag tot morgen. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.